Dag allemaal, u bent weer welkom bij de KRO. En tot het journaal van 7 uur hebben wij nog 3 programma's. Om 6 uur kunt u weer kijken naar de Henderson Kids. Om ongeveer 7:15 weer een nieuwe aflevering van Tom en Jerry. Maar dan is het nu weer tijd voor een rechtstreekse uitzending van het eindexamenjournaal. Vandaag Nederlands stelopdracht en geschiedenis. Goedemiddag. Over het weer zal ik het niet meer hebben, want je zult zien dat het blijft mooi tot 30 mei en daarna wordt het alleen maar donder en bliksem en regen. Onze gast van vandaag in het eindexamenjournaal is schrijfster Mensje van Keulen en bovendien natuurlijk 2 vakdocenten, zoals inmiddels gebruik is geworden in dit programma, vakdocenten uit Haarlem en Ridderkerk. De examens vandaag, alle scholen hadden 's middags geschiedenis en de LBO en de MAVO hielden zich bovendien bezig met Nederlands schrijfvaardigheid. HAVO deed economie naast geschiedenis en dadelijk zal nog blijken in dit programma dat de HAVO echt een verschrikkelijke dag had vandaag. En de VWO deed naast geschiedenis Nederlands opstel. De eerste ronde reacties, we verzamelden ze dit keer in Hilversum. Men deed geschiedenis MAVO, dat was het middagexamen aan het Alberdink Tijm College. En het uitleggen van de voorstelling van China, het huwelijk. Ik dacht iedere keer dat ik het niet goed genoeg kende, omdat ik iedere keer alles door elkaar haalde, 2 onderwerpen. En maar ja, op een gegeven moment heb ik gewoon alle boeken aan de kant gelegd en naar het strand toe gegaan. Ik dacht dat het veel moeilijker zou zijn. Waarom dacht je dat? Nou, mijn broer had me gecontroleerd, die doet zelf VWO, ook geschiedenis. En toen moest ik de hele tijd zeggen van ik heb nog nooit van gehoord. En nou echt had ik echt heel veel van, god dit weet ik wel en dit weet ik wel. Ik had nooit verwacht dat ik het wist allemaal. Ik vond de open vragen wel moeilijk, ja. Wat vond je van de keuze van de onderwerpen, China en Indonesië? Ja, wel aardig. Ik vond het alleen jammer dat vorig jaar hadden ze dit onderwerp ook al gehad. Dat ze niet 2 hele nieuwe onderwerpen hadden gedaan. Ja, want bij 1 vraag ging het over, was zo'n vraag met een plaatje en dan moest je zeggen, maar over grensgeschillen. Nou, dan had ik dus toevallig gehoord dat het ook met India te maken had. Dus dat heb ik toen in mijn antwoord erbij gebruikt. Ik ga zo bijles nemen in biologie. Ja, ik vind het wel jammer met dat er zo'n mooi weer is met het examen. Want dan heb je de neiging om dan lekker buiten te gaan zitten en niet te leren, maar ja. Het zij zo. Het zij zo. Mij hoor je het niet meer over, hoor, over het weer. Veel te mooi vandaag. Ruudse Riese is hier. Hartelijk welkom. Jij bent leraar aan de Gemini Scholengemeenschap in Ridderkerk. En bovendien stel jij de examenbundels voor geschiedenis samen. Je bent de schrijver ervan. De onderwerpen voor het geschiedenisexamen MAVO D vandaag. Nederland en Nederlands-Indië, 1918 tot 1919. Was het 1949. Tot 1949, ja. Anders zou het maar 1 jaar zijn. Wat vond je van het niveau van het examen? Ik vond het een pittig examen voor de MAVO. En de eerste reacties waren ook moeilijk dat ze het hebben gevonden. Veel gedetailleerde vragen. Leerlingen moesten echt goed in de stof zitten van Nederland, Nederlands-Indië en China om het examen goed te kunnen maken. China was het tweede onderwerp. Nog even over Indonesië, Nederlands-Indië. Er waren natuurlijk in de tijd een hoop omstreden kwesties, hè, tijdens de politionele acties, noem maar op. 1 naam noemen we even, kapitein Westerling. De man die destijds veel voorstanders en tegenstanders had bij zijn nogal harde acties op Celebes. Mm-hmm. Kwam dat soort omstreden dingen erin voor? Nee, ze hebben duidelijk de omstreden zaken vermeden. Ook wat de jongen heeft geschreven, oorlogsmisdaden, kwam ook niet aan bod. Mm. Jammer genoeg. Alleen maar gewoon de geschiedenis sec, zonder politiek erbij. China dan, het tweede onderwerp van 1925 tot 1986. 2 jaar geleden, het moment waarop Deng Xiaoping met zijn hervormingen begon, hè? Ja, 1976, na de dood van Mao. Ja, heel erg actueel, China. Zeker. Want het 6:30 meldde net nog dat de staat van beleg daar afgekondigd is door premier Li Peng. Wat kun je over dat examen zeggen, qua moeilijkheidsgraad, dat gedeelte? Dat was toch wel goed te maken. Ze hebben over die moderne tijd na de dood van Mao niet veel gevraagd. En dat hele actuele, dat is toeval natuurlijk. Dat kon men toen ook niet voorzien. Nee. Nee. Wat wordt er in het examen gevraagd over het laatste gedeelte, zeg maar de laatste paar jaar? Ze vragen wel eens welke moderniseringen Deng wilde invoeren. En ja, nu is het eigenlijk Deng die onder grote druk staat. Toen was hij de man van de moderne politiek en nu willen ze hem weg hebben. Ja. Dus wat dat betreft gaat het snel soms in de geschiedenis. Ja, precies. We hebben een tekening eruit gevist uit het examen. Een tekening waarbij Nixon, de Amerikaanse president destijds, zit te eten met Chu En-lai. En dat is de rechterhand van Mao.
Wat was de vraag die hierbij hoort? De leerlingen moesten 4 elementen uit deze prent zien te halen die betrekking hadden op de relatie tussen China en de Verenigde Staten. In 1972? In 1972, dan bezoekt Nixon China. En als we de prent wat beter gaan bekijken, dan zien we in de eerste plaats links op de grond een pingpongbedje met balletjes. Dat slaat op de relatie tussen VS en China toen die met pingpong wedstrijd begon. Ja, dan daar rechts een papieren rechts, tijger. Daar staat de papieren tijger. Mao sprak over de Verenigde Staten vaak als een papieren tijger. Ze brullen wel hard, maar het zijn zwakkelingen. En Nixon vist iets uit zijn kommetje. Ja, dat is Chiang Kai-shek, de leider van Formosa Taiwan. Die gaat hij opeten, dus hij wil Formosa Taiwan laten vallen. Daar was China heel blij mee. Ja. En de invloed van Mao op de prent is heel duidelijk als we wat hoger gaan kijken. Want Mao hangt erboven. Want Mao hangt in grote lampionnen, hangt zijn portret boven tafel. Wisten alle leerlingen dit, denk ik? Ik denk dat deze vraag goed gemaakt is. Oké, okay. Hartelijk dank, Ruud Seriese. We gaan eventjes het traditionele wandelingetje maken in het eindexamenjournaal. Want daar aan de andere kant staat Maurice de Hond. En die heeft natuurlijk weer alle computeruitslagen bij elkaar gevist. Maurice, hallo. Een zware dag vandaag voor veel scholen. Ja, voor veel scholen zwaar, maar ook heel uiteenlopende resultaten. Want bepaalde examens waren ook wel heel erg makkelijk vandaag. Noem ze eens op. Nou, we gaan het gewone rijtje weer af. De MAVO, LBO vanmorgen, Nederlandse schrijfvaardigheid, niveau C. 24% van de kandidaten vond het een moeilijk examen. Het geschiedenis, wat ze 's middags gedaan hebben, niveau C. 60%. Voor de MAVO niveau C was dat het moeilijkste examen tot nu toe. Behoorlijk dus, waar we het net over hadden. Gaan we over naar Nederlands schrijfvaardigheid niveau D, dan 16% vond dat maar een moeilijk examen. Dus ja, er zijn 2 getallen omgewisseld op het beeld. Het bovenste is 16, moet 24 zijn. Het onderste is 24, moet 16 zijn. Ja. Ga door. Geschiedenis niveau D, daar is het score 51% die het erg moeilijk vond. Gaan we over naar de HAVO, daar was het een slagveld blijkbaar. Want economie, 81% vond dat een moeilijk examen. En geschiedenis 's middags was ook niet makkelijk, want dat vond 75% een moeilijk examen. Een zware dag, met name voor de HAVO. Dus. Ja, met name met de HAVO. Gaan we door naar het VWO, Nederlandse opstel, maar 17% die dat een moeilijk examen vond. En tenslotte geschiedenis, ook daar was het een moeilijk examen, want 78% vond dat heel moeilijk. Ja, de hoogste score tot nu toe was economie dus, hè? Ja, die 81% op de HAVO. Daar komen we later ook nog even op terug in dit programma. We gaan door naar de tweede ronde reacties. Dat is VWO opstel, Nederlands opstel. We zijn geweest bij de Rijksscholengemeenschap in Zwolle. Het was een mooie morgen in mei. Had je genoeg tijd om het af te ronden? Ja, makkelijk. En hoe ben je geëindigd? Het geluk is met het domme. Nou nee, dat heb ik nog nooit gehad met Nederlands opstel. Ik vind altijd zulke stomme onderwerpen, altijd, dus nu ook weer. Wat voor onderwerp heb je gekozen? INF-akkoord, We Made History. Kunnen mee uit de voeten? Ja, ik heb geschiedenis en dan kun je wat historische achtergrond kun je erachter stoppen. Het was niet ontzettend warm? Vreselijk warm. Maar ja, alles went. En vanmiddag wordt het nog veel warmer dus. Maar ja, het moet er even doorheen. Daar heb ik helemaal geen last van. Geen last van. Wat voor onderwerp heb je gekozen? Burengerucht. Het was een verhaal was dat. Het was gewoon lekker fantaseren, een beetje lullen. Je kent dat wel. Ik heb gekozen, ik geloof in. Waarom? Dus het gaat om het ideaal. Nou, gewoon omdat je dan je eigen ideaal kunt beschrijven. Ik heb voornamelijk verteld dat in een